Voor de laatste wedstrijd trekken we naar VBC Warm in Borgworm, waar ze zich mochten opmaken voor de komst van Tectum Achel, dat op de vorige speeldag in eigen huis nog verloor van Lennemans Aalst. De immers rustige coach Jan Meerdes wilde mede daarom een stevige reactie zien van zijn spelers. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want Warm won op de afgelopen speeldag en met Sootsma terug in de ploeg waren ze nog net iets sterker. We krijgen een leuke wedstrijd te zien in Borgworm. We gaan in de eerste set naar een 13 tegen 12. Die par le bloc. Minet les deux, celle-là. Bien joué de la part de Romain Laminet. Oui, belle. Et qui repasse devant. De ploegen houden gelijke tred, gaan naar een 19-19. Maar het zijn uiteindelijk de Limburgers die met een 22-25 de eerste set weten binnen te halen. Je mettre un peu plus la pression en service. Maintenant, c'est à Romain à faire, à Romain à faire la même chose. Et il y va aussi, oui. Romain Laminet. Ouais, belle réception aussi. Et de nouveau Comfort. Voilà. Super de la part de l'opposite de Hackel. Après Comfort. Alors c'est un peu chauffé là entre Comfort et Prédus. Non, non, c'est bon, c'est de bonne guerre. De la part des deux joueurs. Prédus a eu plus peur que de mal étant donné que Comfort est... Ook in de tweede set is het verschil niet al te groot. We gaan naar een 15-14. Pardon. Ouais. Ah voilà, donné pour un rendu. Voilà, Chris fait son job aussi au centre. C'est important de pouvoir fixer. Het is uiteindelijk de thuisploeg die via Détan de set kan binnenhalen. Het staat 1 tegen 1 na een 25-23. Il a bloqué de la part d'Akel. Ouh, c'est pas compris. Alors, ballon facile ici. Voilà. Super de Thibaut Letang, s'il vous plaît. 25-23. Ook in de derde set gaat Koelberg en Co het beste van start. 6 tegen 3, 8 tegen 4 en de 14 tegen 11. Un belle belle défense ici Lacuel, mais ballon facile du côté de Warem qui va rejouer premier temps, non. De nouveau Comfort, c'est compliqué de le passer aujourd'hui. Break Comfort, deuxième chance. Ouais, voilà. De thuisploeg kan deze kloof echter niet aanhouden en ziet Achel op kousenvoeten helemaal terugkomen met de 18-18. En zo stomen de Limburgers zowaar door naar setwinst. Directement, de Comfort. De Comfort. On ne sait jamais. Kan de thuisploeg dan nog de rug rechten en alsnog een vijfde en beslissende set uit de brand slepen, was de hamvraag. Ze gaan in begin van set 4 goed mee naar een 8 tegen 8. On espère que Prédius là pour les Warémiens, pardon. Oh, le bloc de Florian Malice. Voilà, Florian. Dan is het echter Limburg boven, want Achel brengt nu het betere spel en maakt de kloof met de 10-14, 12-17 en de 14-21. En dat krijgt Koelberg en Co. niet meer rechtgezet. En zo springt Achel naar de leidersplaats in deze playoff-competitie op gelijke hoogte van Lindemans Aalst. Nu zaterdag treffen beide teams elkaar terug in de Koekoek Arena, waar Achel best wel kan winnen, willen ze minstens op gelijke hoogte blijven van Aalst. Al zullen ze daar bij Warem licht anders overdenken. VBC Warem versus Tectum Achel met een eindscore van 1 tegen 3. We zijn in de 4e set en fait la différence. Réception compliquée, ça va être difficile pour Thibaut. Et voilà, tout en symbole. Ouais. C'est monsieur Tim Verskuren qui offre le point du match à son équipe et à tout Hackel qui remporte méritoirement, on peut le dire, cette partie, leur deuxième victoire dans ces playoffs 2 face à Warem. Warem qui peut nourrir des regrets au vu du troisième set surtout. Blij met drie punten. En dat is het eigenlijk. Een heel hard bevochten overwinning. Zoals altijd in Warem. Een doordeweekse wedstrijd. We hadden zeer veel moeite om in de wedstrijd te komen. Er was ook erg weinig agressie. We konden onvoldoende servedruk leggen bij Warem, bij Prédius en bij Détan. Daar hebben we heel veel last van gehad. Daarbij kwam dat onze hoekaanvallers heel moeilijk tot scoren kwamen. Dus we waren afhankelijk van de fouten die Warem maakte. En die maakten ze nogal wat. En het breekpunt is eigenlijk de derde set geweest, toen we ver achter stonden. En toen hebben we ons teruggeknokt in de wedstrijd. Er waren wat opstandjes aan het net, vervelend. Wat er precies gebeurde, dat weet ik niet, versta ik in Frans. Maar wij kwamen in ieder geval wel een stuk agressiever uit de startblokken. En dat leidde ertoe dat we bij kwamen met de set wonnen. Toen was het eigenlijk afgelopen. En toen zag je ook dat we een stuk vrijer gingen spelen. En dat alles bij elkaar opgeteld was een moeizame wedstrijd, maar wel een verdiende overwinning. Ik denk dat er moyen was om iets te doen. We mènent in het derde. Als we gagnen, dan is dat 2-1 voor ons. Er zijn een paar fouten d'arbitrage, maar bon, het is altijd hetzelfde. Il faut qu'on se concentre sur notre jeu et qu'on reste focus sur notre jeu. En hier laissen we nog trop de points à l'adversaire.
en s'énervant sur l'arbitrage. Donc voilà, c'est dommage, on passe à côté, je pense, d'un match où on pouvait aller au moins au tie-break, voir la victoire, donc c'est dommage. Ouais. Ik denk dat we heel de wedstrijd zijn moeten vechten, moeten blijven vechten en dat dat moeilijk was. Ik denk dat tot op het einde eigenlijk alle richtingen uit kan. Juist de vierde set nemen we wat afstand. Maar...